Ik sta hier voor een proefdierencentrum dat gesloopt wordt. Dierproeven zijn namelijk niet meer van deze tijd. Toch worden er in Nederland elk jaar nog 500.000 dieren gebruikt in dierproeven. Waarom gebruiken we eigenlijk proefdieren? We gebruiken ze omdat ze zo lijken op de mens. En de resultaten uit die dierproeven worden dan vertaald naar de mens. Maar omdat dieren zo op mensen lijken, kennen ze ook vergelijkbare emoties als angst, pijn en stress. En het is niet moeilijk om je voor te stellen hoe het is voor een dier om blootgesteld te worden aan zo'n dierexperiment. Met bijna altijd een dodelijke afloop. 90% van de dierproeven levert helemaal niets op voor de mensen. Tegelijkertijd zijn er heel veel spectaculaire ontwikkelingen waardoor dierproeven overbodig worden. Met computers, gekweekte cellen kunnen wetenschappers ziektes nabootsen in mens en dier. Samen kunnen we het lijden van honderdduizenden proefdieren stoppen, zodat de rest van de proefdierfaciliteiten eruit komt te zien zoals dat hier achter mij. Dat is beter voor de patiënten en beter voor de dieren. Kies partij voor de dieren.